In een treinbus? Ik ben Otto van Gemert. Ik speel gitaar en ik zing. Ik ben Casper, ik ben de drummer. Ik ben Danny en ik speel gitaar. En ik ben Pascal en ik bas een beetje, soms. We zijn 3 jaar geleden opgericht. Met z'n drieën waren we toen nog. En toen hebben we een jaar lang een beetje gerommeld, een beetje onze weg gezocht. Toen kwam Danny erbij en toen ging het een stuk strakker en beter. En sindsdien zijn de nummers ook een eind vooruit gegaan. Dat is heel verschillend. We schrijven dus alle 4 de nummers. En meestal schrijven we eerst een stukje muziek en dan zoeken we naar een goede zanglijn. Kijken altijd heel goed uit of het niet al eerder is gebruikt door een andere band. Ja, dat bedoelen we. En dan komen we bij elkaar en dan spelen we zo'n nummer en dan kijken of het bevalt. En als het bevalt, dan wordt het een bandnummer. Zo gaat dat. Nou, het eerste nummer is Yellow, dat is geschreven door Otto. En dat is ons eerste nummer is dat. Dus dat is wel een hele tijd geleden. Het gaat over een heleboel dingen tegelijk eigenlijk. Ik vond het wel weer eens origineel om te spelen. Je hebt echt al tijd niet meer gedaan. Het gaat eigenlijk over het ontstaan van een band van nu. Ja, ook. Ja. Onze beginperiode was dat. Ja. We hebben net een paar optredens achter de rug. Het was een drukke week. Ja. Maar we hebben nou even niks staan de komende tijd. We zijn alleen bezig met de opname van de demo. Ja. Oké, gaat er wel eens wat mis tijdens een optreden? Ja hoor. De laatste tijd nooit meer. Nee, het gaat wel vooruit. Vorige week hebben we 3 optredens gehad. Die gingen heel erg. En die gingen heel erg goed. Ja. En daarvoor was het zeg maar storten, kapot gaan. Ruzies ook op het podium. Ja. Meerdere ruzies op het podium. En we hebben natuurlijk gitaren die gewoon niet te stemmen zijn. Ja. Maar dat heeft ook zo'n charme. We zeggen altijd, we hebben heel veel verschillende effectenpedaaltjes, maar dat zijn gewoon ontstemde gitaren eigenlijk. Ja, dat is gewoon alternatief. Dat is gewoon alternatief, zeggen we dan altijd. We zeggen dat we invloed vinden van Sonic Youth. Ja. Wel heel leuk. En Hard Days, Casper. Ja, dat heb ik geschreven. Dat gaat eigenlijk over mijn vorige school en over frustraties op school in het algemeen. Over van die vervelende dagen die je wel eens hebt. En dan,
vervelende dag beleid. Oh ja, ja, dat speelt. Het eerste couplet speelt in mijn Duitse lokaal, speelt dat zich af. I said the color of your hair, the simple dress, well the song just arrived at a very fast once again. But don't think you're to blame from the bowing cold to the pouring rain. And everybody's teasing, a good one ever gets so dumb, so smarter than the ones who try to cheat. My perfections are for the exact same day. I got Chanel all over me. With a thought it would be an easy day for you. Oddish policy, it's all I ever want to see. Sanctions can appeal me out of gloom. Yeah, look at a smile, I laugh at a smile. The German thought he'd cry, but I find it surprising. I'm standing, I don't. You're too late, but you're bowing cold into the pouring rain. I'm still at an empty table here in little Germany. The cancer is a great disease for your time. Steeds beter worden, tenminste dat is wel de bedoeling. Ja, daar zijn we zelf nu ook weer mee bezig. En dan gaan we ze weer rondsturen. Maar we hoeven natuurlijk niet bekend te worden als we maar goede muziek maken. Ja, Pascal? Dat is natuurlijk logisch wat je hoopt. Dat het gewoon, ja, dat het allemaal dadelijk heel erg goed gaat. En dat je heel veel leuk kan optreden en dat je lekker altijd met je bandje kan bezig zijn. Heel veel geld mag je doen, Pascal? Ja, en dat we heel veel geld mogen verdienen. Ja, dat is een grap. Dat geeft normaal achter je doelijden. Vorige winter hebben we een reportage gemaakt.